Dan moet je hier. Oh, oh, oh. Oh, oh! Want ik ben er, ik heb hem! Hey, thanks, kan je me wel even een setje overdachten? Ik rol eraf. Thanks. Ik snap het ook. Je hebt me keihard getrold, hè? Nee? De controller is leeg. Ja, dat kunnen wij toch niks aan doen? Ah, dat ook nog. Dat ook nog. Oh, oh. Stop! Ja, ik heb hem! Ja, ik heb hem. Oh man. Wow, yo. Niet te zacht gaan. Hard. Nee, ik rijf over je. Oh. Thanks. Ik was gewoon stiekem nog een ramp ondersteboven. Nee. Je kan niet verder. Nee. Linker, als je niet vijf dingen bent, links. Oh, dat meen je niet. Oké, links, rechts, rechts. Jongens, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe GTA 5 online race sessie hier samen met Mike. Yo, en Ryan. Dat ben ik. Dat ben jij inderdaad. We gaan vandaag puur gewoon omdat we het like goal, het duimpjes omhoog goal van de vorige keer hebben gehaald. Drie trollraces racen, jongens. Nou, dat ben ik niet. Dus ik wens jullie heel veel succes, want Ryan, wat had jij vorige keer gezegd dat het duimpjes omhoog doel was? Dat ik nooit meer ging meedoen. Dat zei je inderdaad ook, maar je zei ook dat bij de 6 duimpjes, zo, ik weet niet waarom ik dat niet kon uitspreken, 6 duimpjes omhoog, de 3 trollraces zouden doen. En ja, we hebben de 6, ja gewoon 6 maar hè, niet 6000, maar 6. En we hebben de 6 gehaald. Maar nu moeten we er 7 halen, en dan doe je er 5. Je doet mee hè, Ryan? Nee. Ja. Goed, ik heb andere afspraken te doen dan. Ik zat er al op te wachten. Ryan heeft gezegd, dus bij de 7 duimpjes omhoog, jongens. Dat doen we volgende keer weer, wat trollraces. Dus ram sowieso keihard op like als je het leuk vindt. Ik ben al in ieder geval langs de eerste troll, dus dat komt mooi uit. Hoe dan? Ik heb een klein beetje spraakgebrek vandaag, maar dat komt omdat het echt knijtertje warm is op mijn kamer. Hoe moet je dit halen? En ik ben je even moet aan die rempen halen. Waar ik naartoe moet. Ja, maar zet hier de turbo? Echt helemaal ja, dan moet je langs die palmbomen gaan. Ik weet eigenlijk niet hoe ik hem net heb gehaald. Ik stond gewoon in één keer bij de checkpoint, dus ik vond het best. Niet, hè? Nee, ik ben gewoon beast. Oké, hoe ik hem haal, dan moet het dus niet. Oh. Waar zit deze checkpoint? Hij zit op het dak, jongens. De volgende zit op het dak. Ja, hij heeft een mooie auto. Ja, we hebben dezelfde checkpoint voor mij wel, ja, toch, Jan? Ja. Ik zie een hele grote ramp staan hier. Ja, daar ga ik. Oh. Een hele rode. Die kan je niet gewoon eronder door? Nee, die rode kan je niet pakken, want die is geblokkeerd door de container, dus. Oh, wacht, ik heb het volgens mij. Je moet dakje op dakje gaan. Nee, daar zit de remschijven. Nee, je moet dakje op dakje gaan. Je moet ja, hier... nee, dat probeerde ik daar, maar dat haalde ik dus niet. Oh. Wat jij nu gaat proberen. Hé, hey, Ryan. Nee, ja. Alles goed. Want je kan, als je die rode rem pakt, dat probeerde ik dus net, dan ga je niet snel genoeg. Ik kan wel. Heb je hem nou custom, Mike? Nee, ik heb niet custom. Oh, nee, een vette kleurtje erop. Ja, dat is jouw koepel. Ja, hij komt die ramp goed op. Zie je, je haalt hem vanaf hier niet. Nee. Dan kom je hier op. En hey, wat nu? Hoi. Ja, hoi. Nu zit je vast, dus nu kan je niet verder. En ik heb die ramp geprobeerd en daar staat dus een container voor. Nou, de troll is begonnen hoor. Ja. Dan gaan we weer hoor, zoeken naar de uitgang. Dit is hem ook niet, want er zit een remschijf hier. Ja, nee, dat kleine rempje inderdaad. Heeft deze auto nou voorwielaandrijving? Nee, achter. Nee, achter. Ga ik zo snel op. Maar... Hier zie ik ook wat dingen op het dak nog staan, hè. Dus ik weet niet... Ja, hier is wel weer ja, wat. Ja, hier bij mij staat helemaal niks meer. Oh, dit loopt ook dood. Yo! En er komen nog allemaal buizen aan ook, zie ik al. Dus dit wordt leuk, jongen. Kan je hier het dak op? Oh, jullie hebben een turbo gevonden, zo te horen. Ja. Het staat ook echt aan de andere kant van de map helemaal, hè, deze schans. Sowieso, dit is het niet, hoor. Jawel. Ken weet je hoeveel race gebouwtjes je dan over moet springen, ouwe? Ik ken deze kan iemand me even een setje geven? Ja, kom. Ik ben er weer op. Huh? Oh, wacht, het is het wel inderdaad. Ja, dat is het. Want je kan nu weer naar de volgende jump. Oh my god. Dan moet je hier. Oh, 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 oh!
Want ik ben er, ik ben er, ik ben er, ik heb hem! Hey, thanks, kan je me wel even een setje overdachten, ik rol eraf. Thanks, thanks. Rijmen gaat het niet nu al opgeven, hè? Wow. Hey, want ik ga eerst. Spring rechts, spring naar rechts! Oh my. Spring naar rechts! Ik lig in het zwembad namelijk! Oh nee, ik ga veel te veel. Oh nee, ik heb hem wel. Oh. Oké, lekker, ja, ik heb hem ook. Zo, nu rij je nog. Maar rij, oh, rij moet weer opnieuw naartoe rijden ook. Slipstream, randjes pakken! Hey! Ja, wat ga je naar autootjes? Wacht, rem op het einde, rem alsjeblieft. Ik vertrouw het niet namelijk. Wee. Ja, maar ik kom steeds op die turbo terecht. Ja, dit wordt kiezen welk schansje je moet pakken. Oh, dit is weer leuk. Moet je wel een schansje pakken? Ja, dat is misschien wel niet. Ik ga eerst alle checkpoints pakken. Oké, okay, ja, je moet wel een schansje pakken, ja. Oh, ik dacht ik pak geen schansje. Want hier zit gewoon, de turbo's zitten, dus... Ja, maar... Oh nee, eentje is een snelle turbo. Ja. Want er zitten allemaal turbo's, maar eentje die geeft je een hardere boost dan de andere. Ik pak gewoon helemaal links. Die heb ik al gepakt. Oké, dan pak ik niet helemaal links, dan pak ik die gele wel. Ik heb een gele auto, dus ik pak de gele kleur. Wat zei je nou, Ryan? Ja, het is de gele. Ja? Okay, althans, ik weet niet of het de gele is. Ook dat zo moet. De gele gaf me wel echt een supersnelle boost, maar ik ging alsnog niet snel genoeg. Waarom zie ik daar een ramp vanaf de grond links, daar helemaal naar boven aan? Ja, misschien moeten we gaat zwembad in! Oh, ja, dat had ik ook, Ryan. Wacht, ik heb de gele nu en ik haal hem niet. Alright. Ik denk dat ik maar even die schans ga proberen daar in de verte. Ik ook. Ik ook, hij is er nog ineens. Of wel, ben je er? Nee, ik ben een beetje die ramp omhoog. Oh, dan ben je bijna bij ons. Echt? Oh. Zo, dat scheelt echt me serieus. Mijn haartje scheelt het. Ja, hey. Moet je snel Ja, dat had ik dus ook. Ik ben die ramp even aan het proberen die hier op die weg staat. Moet je snel gaan? Je moet dus... Nee. Aan het einde ben je remmen. Is het? Ja, dat weten we niet. We zijn daar ook, bro. Ja. Kijk maar, hey, jongens. Ik ben naar boven aan het rijden hier. Ik heb geen idee of dit moet, maar het maakt mij ook niet uit. Ik ga het gewoon doen ook. Ik ben nu in die buis. Ik ben nu in die rode buis. Oh, we moeten nog een checkpoint pakken. Maar, wacht, dit loopt gewoon dood. Wacht even hoor. Als dit serieus de route is... Ja, maar aanloop red je het ook niet ook hoor. Hè? Nee, dit kan de route niet zijn waar ik ben. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Wacht, ik rij nu letterlijk op echt een joekel van een buis, ouwe. Ik ben nu wel bij het platform, volgens mij. Maar er is daar een hele grote ramp, hè? Ja, die heb ik gepakt. Ja, ik ben er. Ik weet niet of dit een manier is, maar ja, ik heb wel de checkpoint, dus ik vind het wel best eigenlijk. Nou, die hebben we. Kijk eens aan. Je moet op het einde, als je daar boven bent, moet je op die hele joekelbuis springen. Die paarse buis. Geen idee welke kleur die is, maar die grote buis. Weer helemaal tot daar rijden. Oh, en dan? Oh, en nu zit de checkpoint sowieso gewoon op de grond. Let maar op. Ja hoor, de checkpoint zit daarna gewoon op de grond. Waar rij jij nou rijden? Rij rijdt op de golfbaan ingang. Ja, ik ben er geland. Oh, hoi. Hoi. Nou, ik rij weer verder jongens, het spijt me. Oh my, er staat hier een eentje. We hebben het sowieso op de juiste manier gedaan, want ik rijd letterlijk nu namelijk weer naar de andere kant van de map. Dus alles wat er daar zit, moet je gewoon letterlijk dat ding pakken. Oh. Kom maar eens. Kan je niet naar boven? Kan je hier naar boven? Maar dat platform naar boven is gewoon eigenlijk een hele troll, eigenlijk. Oh daar, ik zie hem al. Dat platform daarboven en al die buizen, dat is de troll. Want je hoeft daar helemaal niks te doen. Naar de, op de bovenkant van de andere buis springen. Die is ook afgesloten. Nou, ik ben er vanaf. Dat gaat weer fantastisch. Hij heeft er echt geen zin meer in ook, jongen. Die is ook afgesloten. Oh, moet ik hier nou weer komen dan? Kom de troll races. Ja, maar alles hier is afgesloten. Hier zit een ramp, hier. Nee, ja, maar daar, dat is dus al, ik ben helemaal rondje omheen gereden en alles is afgesloten. Wacht even. Wacht, waarom staat daar random zo'n hotdogkraam daarop? Dit is het niet. Nee, daar hou je het nooit. Golfbaan. Golfbaan zie ik een ramp staan in één keer. Ja.
golfbaan? Ja, hier oh ja! Ja, ik zie hem. Nou, je mag er doorheen. Nee, je kan niet doorheen. Je kan je niet doorheen. Er zit wel hier wel een ingang op het hoekje, hè? Hier zo zit als het goed is een ingangetje. Ik ga naast de ramp! Oh nee, ik dacht dat daar een ingang zat. Nou, dan rijden we helemaal om. Als dit het niet is, hè, dan zitten we nu helemaal om te rijden. Ja. Maar dit is echt een trollrace. Waar je gewoon letterlijk naar de andere kant van... Niet leuk dus. Wil jij nou... Ik wil eerst ja, waar je gewoon naar de andere kant... Ja. Dank je. Verzetje. Ik kwam er niet tussendoor. Jij ook, nu ook niet waarschijnlijk. Ik zit in de bus. Even mijn auto heen en weer bewegen. Ja. Ja. Dit is echt zo'n trollrace waar je letterlijk gewoon naar de andere kant van de map moet om een klein sprongetje te halen, jongen. Ja. Als je op de bus bent, welke kant moet je? Op water! Oh, joh. Naar rechts. Ik geloof het niet. Je moet naar links springen, maar... Nee, de boom zit daarvoor. Dus je kan helemaal niks. Nee, hè? Kan je niet gewoon... Je moet gewoon denk ik op die garage... Oh joh, dat is echt een boost, jongen. Ja. Je moet er... Ja, maar je moet erop landen. Dan kan je waarschijnlijk gewoon onder pakken. Nee. Oh, gewoon op bovenop die grote buis rijden. Maar ik ben er nu weer vanaf. Hoe moet je dit doen dan, jongen? Inderdaad, want die boom staat ervoor, dus je kan die sprong niet nemen. Oh nee, ik ga de tennisbaan op. Ik zit hier nu vast. Ik ben even een gebouw aan het checken. Ik zie verder ook op een ander gebouw niks staan gewoon. Nee. Ik ga het nog een keer proberen via de golfbaan hoor, ik weet het anders ook niet. Weer helemaal omrijden. Jongen. Er moet toch een makkelijkere manier zijn dan helemaal weer om te rijden? Ja, lieve. Ik heb nog een rem waarschijnlijk gevonden, Jan. Oh echt? Ik probeer het via hier nog een keer. Pas voor het water, Jan. Ja, ik weet het, jongens. Als ik één soort race haat, dan zijn het wel trollraces. Hey, ja, maar jij zegt zelf 7 duimpjes omhoog. Ja, maar 6. Are you kidding me? Ja, dit is hem ook niet waar ik nu ben, hoor, Jan. Het is echt via de golfbaan, hoor, denk ik. Ik weet, wat moet het anders zijn? Ja, die remt daar in deze tuin hier links. Dat is hem ook niet. Ik ga daar niet hard genoeg voor. Oh, daar zit nog een ramp inderdaad, joh. Ja, en die andere ramp kon ik dus niet bijkomen. Of ik heb verkeerd gekeken, maar... Weet je, ik haalde het totaal niet. Maar als ik op de bus ben, moet ik naar rechts of niet? En dan in de bus. Ja, de zijkant. Je moet de buis in? Jan, ik heb het hekje al kunnen maken. Ik ben nu op de bus. Ja, op de buis en dan gewoon op de platform springen, gewoon doorrijden. Kijk, ik heb het hekstuk gereden. Ik denk, ik ga er maar doorheen. Je moet niet helemaal omdraaien, nee. Je moet het gewoon een paar keer proberen. Je moet een klein stukje naar links springen, gewoon... Ik wil, als je op dat... Oh my god. Als je erop landt, oh. Ja, kan je dat niet pakken dan, Jack? Ah! Dan kan je hem denk ik gewoon via onder pakken, hoor. Want je kan nooit op dat platform komen. Oh, dat komen. Hek is weer gemaakt. Oh, ja, nee, hij is kapot. Je kan nooit op dat platformpje landen. Dat staat wel vast, hoor. Ja, ik ben erop. Kan ik hem via hier pakken? Ja, ik heb hem. Dat is hem, ja, dat is hem. Hoppie. Huh? Het is gewoon een moeite om naar de checkpoint te gaan. Ja, ja. Ja, maar ook gewoon dat er 3 schansen staan en dat 1 de juiste is, joh. Je zal me heel de tijd proberen om een ingang te zoeken, omdat je die andere schansen niet ziet. Maar Ryan, heb je de checkpoint nou? Ja. Kijk, lekker hoor. We geven je 1 tip, de volgende moet je pakken via de golfbaan. Oh nee, hoor. Ja, stiekem zit hij gewoon Pokémon te vangen, deze man. Ja, ik heb hier wat hoor. Ja. Ja, voor mij mag het ook, vind je. Maar waar moet ik op? Golfbaan. Hier, die golfbaan, hier rechts zie je gelijk de rem. Dan moet je even door die hek heen. Hij staat hier rammen. Toch onder hem? Ja, maar dat is hem niet. Je moet op die golfbaan, dat is hem. Serieus? Je... Wat is... Nee. Man, ik dacht ik heb het meteen. Er staat een onzichtbare. Nee, ik zit ook gewoon vast nu. Nou, dat gaat dus niet lukken hier. Er staat een onzichtbaar stukje. Tot op die golfbaan. Nee, ik kan het hek kapot draaien. Niet. En Mike, daar zit het niet. Maar kijk, hier staat ook een schansje in die tuin hier links. Ja, echt hek kapot draaien? Ja, dat is het huis van Franklin. Helemaal niet. Jawel, ik ben er doorheen geknald een paar keer. Oh nee. Dat hek is gewoon van staal. Nee. Zo, ik rij weer helemaal de verkeerde kant op. Nee, ik kan echt niet door dat hek heen. Ja, dan moet jij hem omrijden. Ik ben in de tuin gekomen.
Ja, oh. Ja, ik reed weer de verkeerde kant op, dus dat ging weer lekker. Er staan hier ook weer 10.000 rempjes ook weer hier in deze tuin. Echt? Kom eraan hoor. Oh, maar ik zie het inderdaad. Nee, maar wacht, die rem, deze rem moet je niet hebben. Je moet die rem met die turbo pakken, ja. Wacht eens even. Want hier kan je de eerder, je moet een straatje, deze moet je ja. In. En dan gelijk naar niet rechts. Niet de volgende. En dan gelijk naar rechts. Naar rechts. Ja. Ja, maar ik ga er ook even door. Ja, ja, want deze heeft een booster op namelijk. En dan moet je zo'n kleintje, ja, eerst die deze. Oh. Kijk uit voor het tennisnet. Die is van massief gemaakt, van massief staal gemaakt. Staat hier een soort blokje. Ik heb hem. Ik land op het dak. Wij zijn rustig verder aan het rijden, Ryan. Het spijt me. Ik sta op het dak. Je hebt me keihard getrold, hè? Nee? De controller is leeg. Ja, dat kunnen wij toch niks aan doen? Dat ook nog. Hey joh, we zijn pas 15 minuten bezig en dit is pas de eerste race, Ryan. Oh, ik zie de finish! Ja. I see the finish line. Yes, yes. We like it so much. Yes, yes. I speak good English. Yes, oh, yes. Checkpoint van onderen, and we are going to finish. Yes, yes. Oké, wacht. Waar zit die finish? Dat is nog even een betere vraag. Uh-oh, jongens. Het wordt even zoeken naar de finish, zo te zien. Hoe kom je bij deze checkpoint, Jan? Welke? Bij de kerk hier, wat het is. Bij die kerk? Ja, waar je net was, gewoon bij die begraafding. Ja, via die schans. Schans? Die schans die we net hebben gevonden. Ja. Oh, die ja, helemaal naar boven bedoel je? Wat? Hier gewoon naar boven. Waar ben jij? Ik sta boven. Oh. Die groen-gele schans! Ik voor beneden zat. Nee! Ik dacht, wat ben je nou aan het doen? Waar ben jij, joh? Oh, er komt Ryan aan, hoor. Ryan! Ryan, wacht, ik ga je sturen, want ik zie Ryan. Andere kant op, Ryan! Ja, begint de andere kant op. Ja? Terug waar je net was, want ik zie je nu niet meer. Nee! Hij rijdt helemaal daar! Nee, maar kijk waar Ryan rijdt! Ja. Naar links! Ja, naar links, kijk, je kan hem zien. Oh, wacht, ik slip. Ja, en nu naar rechts. Ja. Ja, meteen naar links. De eerste naar links. Nee, hey. Gewoon oh. De vierde weg, oh, vriend. Niet. Ja, de eerste naar links. Ja. En dan meteen de tuin in. Ik kan hem gewoon zien vanaf hier. En dan, als je de tuin in bent, meteen naar rechts. Om het hek heen, zeg maar. Oh, mijn bandjes zijn kapot. Lekker. Ik kan je nu niet meer zien, Ryan. Dus ik weet niet wat je aan het doen bent. Weet je ook niet waar ik ben. Je gaat even kijken. Ja, mijn bandjes zijn geknapt, ouwe. Ryan, ik ben hem naar beneden aan het glijden. Ja, daar op de schansje pakken, tennisbaan op. En dan die schans erna pakken. Kijk! Hier ben je gewoon op dezelfde plek waar wij zijn. Kijk. Ik kon je gewoon beneden zien rijden. Dat was wel even grappig. Finish. Daar gaan we nu naartoe. Ik moet even de buis opkomen. Net viel ik er vanaf namelijk. Ja, ik had op het dak vast te zitten. Boop, echt? Ja. Zal de finish gewoon deze hele buis volgen? En nu? En nu er weer uitspringen als je die hebt. Nee, wacht, ik zie de finish. Ja, ik zit in die box, gewoon die ramp. Ja, gewoon die gele ramp. Ik denk dat we de andere kant op moeten, Mike. Want de finish, kijk, de finish zit daar op dat platform. Ja. Bij die rode tuut. Ja. Daar zit die. Dus ik denk dat we deze kant op moeten. Maar ik weet niet, door die gele stukken, die kan je niet pakken. Dus je moet denk ik de buis in. Kan je via hier die blauwe buis in? En nu? Ik denk dat je die blauwe buis in moet, hier. Hier waar ik ben. Of daar achteruit, kan dat? Je kan hier wel onderdoor, ja. Ja, dan moet je die buis in. En dan moet je gewoon naar de finish rijden, denk ik, als je hier onderdoor kan. Oh, wat een mega buis is dit, joh. Ja, dit is echt een joekel. Oh. Ben je nu in die blauwe? Ja, ik zit in die blauwe zie ik hier nu onder. Maar ik denk ja, dat die dit moeten we is, hebben. Hoor. Jawel, want dan kan je volgens mij doorrijden. Want anders, want die gele rondjes zeg maar in die buis, anders knal je daar tegenaan als je de bovenkant pakt. Nee. Waar zit de finish nu dan? Ja, hij zit daar, maar je moet gewoon boven. Je moet gewoon boven. Nee, want dan knal je tegen al die dingen aan, bro. Ja, maar daar kan je doorheen, die dingen. Nee, daar kan je deze niet hoor. Jawel, volgens mij wel. Nee, volgens mij niet, want ik ga het even proberen. Hier knal je volgens mij gewoon tegenaan hoor. Oh nee, oh. Ik dacht dat je hier tegenaan knalde, bro. Yo, nu moet ik weer respawnen ook.
Ik weet waar de finish is. Ik had helemaal zo'n goed idee in mijn hoofd zitten. Volg me. Volg jou? Je bent hier net. Nee, ik weet waar die is. Ja, ik weet ook waar die is, maar ik weet niet hoe ik hem moet komen. Ja, maar daar straks, wat ik zei daar. Wacht, waar ben je dan? Oh, hier ben je. Waar moet ik naartoe dan? Oh, ik volg Ryan, Mike. Via de zijkant. Ja. Via de zijkant? Daar waren we net in. Wat jij nu doet, dat hadden wij... Wat is dit? Wij waren net al in die buis rijden. Nu gaan we via de bovenkant proberen. Ja. Want ik dacht eigenlijk dat dit massief rondjes waren waar je niet doorheen kon. Maar je kan er gewoon rustig doorheen rijden. Ja, sorry, dat was mijn fout. Maakt niet uit. Maar hebben jullie de finish nu al? We zijn aan het kijken. Wacht even, want nu, ik zie de finish nu, maar als ik hier opland, ik klap gewoon uit elkaar. Maar waar zit die finish in de buis? Oh, ik heb hem gewoon. Je kan gewoon daar naar beneden springen. Blijf wel in het midden. Ik heb hem. Nice! Ik hier! Ik zat helemaal moeilijk te denken, hè? Maar ja. Het is gewoon straightforward over de buis rijden. Dus ik denk, nou ja. Kan gebeuren. Ik zat weer moeilijk te denken. Kan ik beter ook niet doen. Wacht, wie rijdt? Ryan, waar rijd jij naartoe? Ja, ik volg die buis. Dat moet niet. Die finish zit heel erg anders. Ryan heeft het ene. Ja, maar komt er hetzelfde neer? Doei, doei. Nee, wacht. Dan? Je rijdt gewoon dezelfde weg die je net reed, maar gewoon op de buis blijven. Wat doe... Oh, joh, jij springt ook ver, jongen. Ja, je hebt een DNF, hoor. Je komt ernaast. Nou... Waarom? Maar bro, waarom ga je helemaal de andere kant op? Ja, maar ik dacht dat het die kant was. Nee. Nou, Ryan heeft alsnog een DNF. Je gaat er weer afvallen, of niet? Oh, niet eens. Nee, je gaat het nooit halen. Je moet volle vaart over die buis heen. En dan de finish inspringen. Kan ik dat nog halen? Ik dacht dat dit het was. Oh. Nee, maar ik dacht dat dit het was. Dat je via hier zeg maar. Ja, dat dacht ik aan het begin ook, ja. Maar toen waren we in de buis en toen kwamen we nergens uit. Oh. Hé, het was te proberen, hè. Waar ver gekomen? Ja, daar geef ik gelijk in, ja. 20 minuten over gedaan. Het leuke is, we hebben nog 2 trollraces te gaan. Dus op naar de volgende. Volgende trollrace gaat ook beginnen. Succes! Nee. Het is wel een leuk autootje. Hij heeft wel toch mijn custom auto gepakt. Oh, dat is niet erg, joh. Dat is niet erg. Wacht, laat je autootje zien. Ik ben wel benieuwd hoe die custom eruit ziet eigenlijk. Zo, er zit een spoiler op, jongen! Kunnen die lampjes ook aan je voorkant, of niet? Nee, helaas niet. Nee, jawel, ze gaan een heel klein beetje aan. Oh ja, wel. Ja, beter. Ryan die rijdt gewoon rustig verder. Ja, die denkt ook al net een DNF, nu ga ik ervoor hoor. Ja, ik hou op bijna. Ja, nee, dat mag. Oh, ja, tuurlijk, doe maar zo. Kijk, Ryan die pakt alvast de route voor ons. Die pijl staat ook echt naar links. Je ging de verkeerde kant op, ver, Ryan. Oh, achteruit doen. Je moet het achteruit doen. Er zit een remschijf namelijk. Backwards! Hier, goed Engels hè. Backwards. Volgens mij denken mensen echt dat wij geen Engels kunnen op een of andere manier, dat we altijd zitten... Serieus? Oh my god. Wacht. Volgens mij is het veel harder. Nee. Ik denk gewoon dat je moet omrijden hoor. Of er zitten weer rems op dingen, maar bij deze denk ik niet hoor. Zo. Ja, ik dacht ik maak een sprong. Kan je mij niet setje? Oh. Nee. Dit is het niet denk ik jongens. Nou, andere kant ook niet. Welke kant ben jij gaan? Want dan ga ik links, ja? Wacht, iemand is er of niet? Nou, maar ik kom hier niet op, want de muur zit hier. Ik probeer te driften hier, maar dat lukt ook niet. Maar, dit is het ook niet. Hé? Huh? Oh. Zit daar ook een muur? Precies aan de rechterkant. Zit daar... Daar staat... Wacht, Ryan, ik geef je een setje. Oh. Nee, er zit hier ook een muur. Hier staat ook een muur. Yep. Ja, ik ben even aan het kijken gewoon hoor. Ja, misschien... Er hangt daar wel een zeppelin in de lucht. Ik heb geen idee, maar... Ik zie een zeppelin namelijk in dat gebouw zitten. Ja. Hier zitten ook rempjes op, gewoon kleine rempjes op parkeergarages of zo, dat je dat niet ziet. Of ja, zo. Maar wacht, wat als je gewoon die pijl wel volgt? Die ja, dat dacht ik al. Ik dacht ik ga onlogisch nadenken. Ja, dat had ik ook. Ik
denk dat je gewoon die pijl wel moet volgen, maar dan kom je... Wacht. Hier zitten rampjes, hier zitten zonnepaneelrampjes. Maar die zonnepanelen zitten er volgens mij altijd. Ja. Daar kom je er ook niet bij. Maar kijk, daar staat Ryan. Als je bij mij bent, hier staat wel links van mij een super grote zwarte muur. Dus ik denk dat we daar moeten komen. Ja. Staat hier altijd een halfpijp en alles? Ja, er staat er altijd. Echt? Ja. Dat wist ik helemaal niet, joh. Lol. Nou, weer wat geleerd. Ik denk dat we hier moeten komen, waar ik nu daar. Ja, hier staat een pijl. Hier staat een pijl. Maar waarom staat hier nou weer een pijl dan zo random? Hier staat nog een pijl, jongens, maar daar kan je weer niet onderdoor. Zie je? Ja, oké. Okay. En dat hele gebied daar is afgesloten. Dus ik denk dat daar een ramp staat, als ik eerlijk ben. Wacht, hier. Ik kan hier naar beneden? Nee, hier kan ik ook niet naar beneden. Wat? Er zit ook een muur, onzichtbaar. Ja, overal, joh. This property is closed to the public. Ja, thanks. Dat staat op de muur. Heb je hem? Ik heb hem hier volgens mij. Zit hier een rampje hier bij mij? Kijk, als je goed kijkt, zit hier een rampje. Oh ja, dat is, ja, ik zie hem, ja. Ja, maar er zit een onzichtbare muur. Nee, hier zit een rampje. Je kan daar nu doorheen nu. Kijk. Wacht, ga jij even voor. Ga jij even eerst, jij even gevonden. Ryan gaat ook gewoon. Ik zie dat onzichtbare rampje, als je hem vanaf de zijkant kijkt, dan zie je hem zitten. Oh, nu zie ik hem niet meer. Maar wat dan? Dan... Oh. En dan? Ja, ga ik over Ryan heen? Ja. Ja, maar daar zit... Oh. Kijk, hier kan ik achterlangs. Kijk, en dan ben ik... Oh hier. Mijn god. Volgens mij moet je hem wel achterste horen. Ja, en hier zit een rampje binnen. Dit is wel echt de meest sneaky plek ooit hoor, jongen. Ik zweer het je. Deze race ga ik nog verwachten dat er meer dit soort sneaky dingen zit. Dat denk ik ook, ja. Hoe heb je dit gevonden nou? Even zonder grap. Ja, ik was bij die muur dus een beetje aan het kijken en toen zag ik in één keer die ramp. Ik denk... Ja, ik, toen ik aankwam rijden zag ik hem ook zitten toen jij er stond, ja. Maar daarna weer niet. Sorry, Ryan. Je moet even achteruit en opnieuw rijden. Kan het niet. Kan ik niet? Maar kan je niet meer achteruit? Ja, nu wel. Oh, anders heb ik je even een setje gegeven. Even naar achteren, je moet hier naar rechts jumpen. Zo, ja. Hop. Zo. Wat is dit voor race, jongen? Kom maar eens. Ga je snel genoeg? Nee. Oh. Van naar beneden. Ga je echt niet snel genoeg? Nee, mijn auto crits. Mijn hele scherm is nu groen. Als dit de turbo is, hè? Mijn auto gaat alleen maar... Ik haal het ook niet. Nee, maar mijn auto gaat helemaal... Ik haal het ook niet zo! Nee! Dat moet het toch zijn? Of hij moet je niet naar het andere dak springen? Hij is helemaal geglitst. Want ik geef helemaal geen gas en hij gaat gewoon vooruit. Dan moet je even respawnen. Waar loopt het ooit bij jullie? Nou, wij halen dat sprongetje niet, kan ik je zeggen. Oh kijk, je moet op dit dak. Oh, Ryan heeft hem denk ik. Oh, sorry. Kan je heel veel wachten? Ja, ik wacht ook wel even. Dan zitten we daar morgen nog, jongen. Wacht, waar komen we er weer aan, Ryan? Ja, ik had voor mij een geglitste turbo. Ja, maar ik haalde hem ook niet en ik had er gewoon een normale. Ik dus... haal het niet. Nee, dat zeiden wij ook al, bro! Oh, ik ga ernaast, wacht even. Het is krap hier, ja. Ja, gaat lekker. Maar zijn jullie net recht op dak gesprongen? Ja. Oh, ik ook. Ja, dat is... Zit er niet ergens anders nog een rampje of zo? Ja, maar dit moet het toch wel zijn? Je gaat toch niet helemaal moeite verzinnen voor... Maar je gaat niet snel genoeg, dat is het probleem. Nee, hè? Nee. En mijn scherm blijft nu ook groen. Wat is dit nou weer dan? Want ik kijk even op dat dak, hoor. Je gaat niet zoveel moeite doen dat dit het niet is. Dat weet ik wel. Ja, dit is het sowieso. En anders ben je stinkerd. Anders ben je een stinker. Nee, ik ga wel gewoon echt een volledige aanloop nemen, want ik weet het anders ook niet. Of ik probeer links op dat dak te komen, in plaats van wat jij probeert, hoe jij het probeert. Ja, maar dat kan volgens mij. Oh, ja, dat is hem! Wow! Maat, ik ga veel te snel! Wow, yo, je moet hem links pakken, die turbo! Ja, nu lig ik hier in het dak! Yo, zag je me gaan, bro? Nee, ik zag denk je wel je poppetje, nee, of jij je... Wow, je moet hem niet in het midden pakken, maar gewoon een stukje aan de linkerkant. Ik ging nu volle vaart, jongen. Nu kom ik hier weer vast te zetten. Dat is de tweede keer, jongen. Ryan gaat ook weer lekker, jongen. Even zetje. Dit is wel echt een lastige trollrace, jongen. Even zetje, man. Ja, ik kom even... Oh. Ja, hup, rijden.
rijden. Hup, gassen. Het moet, dit moest het ook wel zijn, want als iemand zoveel moeite doet voor uiteindelijk iets wat het niet is, dan ben je ook wel echt heel vervelend voor een trollrace. Maar ja, dit is blijft wel een trollrace. Ja, het kan. Het zou zomaar kunnen, ja. Maar we zijn verder gekomen. Maar je moet wel nog naar het rechte dak gaan. Ja, ja, ik sprong, het linkerdak sprong ik naar. Links van de Zeppelin, zeg maar, een beetje aimen. Ah, oké. Okay. Ik moet dit even opnieuw doen, want nu zit ik vast op het trappetje. Oh, jezus. Ja, die gaat snel, hè. Dan gaat die snel, jongen. Waarom kom ik dat trappetje nu niet op? Heb je hem? Ja, ik sta ook op het dak vast. Oh. Waar moet je? Ja, je moet dus de ramp een beetje links van die Zeppelin aimen. Dan ga je heel snel, maar... Moet je niet de rechter dan pakken nu? Of het rechter dak, bedoel je? Oh, mijn god. Nee, niet het zwembad heen. Ryan probeert het rechte dak. Oh! Nee, dan ga je niet snel genoeg zien. Ja, maar zie dat heb ik daarnet ook gedaan. Maar dat is dus links, naar links sturen. Dus moet je wat schuiner gaan rijden. Dus gewoon van links naar rechts. Oh, oh. Stop! Ja, ik heb hem! Ja, ik heb hem, 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 ik heb hem. Oh, man. Zo, je moet hem links pakken en dan op het moment dat je op de schans bent, meteen naar rechts sturen nou, hè. Hij staat niet links. De ramp links, de ramp oprijden. Niet in het midden, niet aan de rechterkant, maar links de ramp. Ik heb rechts gepakt. Ik dacht ik links, maar ik had verkeerde gepakt. Ik heb hem. Oh, 15 minuten later, jongen. Oh, wat erg dit. Als jij dat stomme onzichtbare rampje had gevonden daar random in de tuin, ja, dan waren we nooit verder gekomen, jongen. Nee. Oh. Goed even mee. Hoe? Nee, goed gedaan, Orion. Ik had nog gewonnen. Nee, ik heb hem gewonnen. Oh, hier zit ook weer een remschijf. Ja hoor, natuurlijk. Ik dacht, we zijn er vanaf hoor. Maar nee hoor, jongens. We zijn er nog niet vanaf, kan ik je zeggen. Ik haal het weer niet. Nou, ik geef het op. Ik geef het op? Nee, kom op. Echt helemaal klaar met die torens. Nee, oh man. Ik moet Hier kan ik wel naar boven. Maar ik snap ook gewoon hier links, hè. Gewoon de schans links pakken. Er staat één schans. Ja, en die schans, dus de linkerkant van de schans oprijden. Waarom heb ik steeds die remschijf dan? Er zit geen remschijf. Ja, jawel. Die boost vertragen bedoelt Ryan. Dus je pakt niet alle boosten dan ofzo, ja. Dat is een beetje apart. Ik heb de volgende troll in ieder geval al ontmanteld. Ja, wij zitten nog steeds bij die ramp. Ik heb nog steeds we hebben de tijd, hè. We zijn pas 16 minuten bezig. Wacht, hier zit een boost. Ik vertrouw het niet. Oh, ik heb hem. Oké. Okay. Ik ga je ook voor. Goed. Kan ik je ook zien van? Alleen de vraag is nu, hoe kom ik hier uit? Oh, hier. Ik zie het al. Heb je nu de boost? Ja, ik heb de boost. Dit ja, nou ik heb hem. Holy heb shit. Je hem? Lekker. Waar die spawn ik? Ik ga ja, maar jongens, nu zit ik weer vast hier. Ik ga er overheen. Moet ik hieruit komen? Kan je het niet van je dak eraf springen? Nee, ik zit vast. Ik denk dat ik heel eventjes op jullie ga wachten, jongens. Wat? Ik... ik denk dat ik hem quitten. Oh, wat? Ik ben eruit! Kom op! Ja, ik heb een bepaald ondertussen, Jan. Dus voorwielaandrijving! Kom aan, autootje! We moeten even aanlopen. Nee! Oké, nice. Oké. Woe! Je moet hem dus gaan walrijden. Jongens, ik moet een walrijd uit gaan springen. Oh. Mike, ik ga je even helpen, by the way. Want Ryan die geeft volgens mij op. Je moet naar rechts. Ja. Ja. Dan gewoon naar links. Zometeen. En dan doorrijden. En op een gegeven moment kom je bij die hele grote trap, zeg maar. Een ronding waar je gewoon op kan. Die is niet geblokkeerd. Daar moet je op. Daar dus ergens, ja. Ja. En dan moet je naar die pilaren rechts van je. En dan kan je tussendoor. Oh, daar, ja, ik zie ja? het. Okay. Ja, oké. Dat heb ik net ook gedaan. Ik ga nu die walrijd proberen. Zo. Oh mijn god, er staan palmbomen. Oh. Wat is dit nou weer dan? Ja, ik ben er. Hopelijk nog. Of ben je bij de checkpoint erbovenop ook nog? Ik ben hier ook, ja. Ik ga hem achter. Oh, je... Oh, ik was er bijna! Oké, je moet langs die palmboom. Nou, dan weten we dat ook weer. Je hoeft hem niet achteruit te doen, je kan hem vooruit. Ja, die rems ook hier? Ja, alles. Ah, oké. Heb je het echt opgegeven, Ryan? Nee.
Ja, nee, maar maakt niet uit hoor. Als er geen zin meer in heb, heb ik er geen zin meer in, hè. Maar ik kom je steeds vast te zetten. Oh, die stomme palm op. Dit is echt een lastig stukje, jongen. Oh, wat een verschrikkelijke reis nu al. Oh, kom op! Nee, waarom gestuur dan in de bovenauto? Oh, dit was mijn kans, jongen. Dit wordt een lange video, jongens. Dat weet ik wel. Ja, een lange dag. Een lange dag. en dat in die hitte, jongen. Oh. Ik kom hier wat niet doen uit. We onszelf... Nou, Jan, je doet het jezelf aan. Nee, nee, jij zei 6000 omhoog. Goed zo. En nu moet je wal rijden, Mike. Maar ik dacht, we gaan niks zeggen. En blijf boven. Je moet boven op die blauwe lijn. Boven op die blauwe lijn. Hoger dus, want anders kom je... Ja, dat is... Oh, my. God. Nou, je kan niet... Je kan bijna niet... Ik zit hier ook al de hele tijd, hè. Nu zit ik hier weer vast. Nooit. Kom op, draai. Dank u. En je moet oppassen dat je dus niet respawnt, want dan kom je dus weer daar te zitten. Ja. Ja, ik dacht, ik zeg het nog even terwijl je al gerespawnd bent. Ja, maar ik heb ook de laagste bumper op deze auto zitten. Oh, echt? Ja, dan kan je ook sowieso helemaal niks. Nee. Ja, ik ben er weer uit. Eruit! Ja, ik ben eruit! Uh-oh. Oké, ik ben eruit. Nice. Trappetje af. Zit hij gewoon op de weg zit hij gewoon. Ja, gewoon op de weg. Ja, je hoeft dus alleen uit die buis te springen. Maakt niet uit waar. Hè? Zit je weer vast? Oh mijn god. En heel de tijd zit ik op dat dak vast. Ja, maar ik zit ook gewoon recht met mijn auto er tegenaan. Iedereen wordt chagrijnig, jongen. Ik denk dat deze checkpoint moet je denk ik via boven pakken, want je kan er niet onderin, hè. Dit nou weer doen dan? Ja, ik heb hem. Let's go, ik ben eruit. De volgende checkpoint, Mike, die kan je denk ik gewoon via boven pakken. Boven de grond, zeg maar, in plaats van dat je naar eronderin moet. Oké. Denk ik hoor. Want hij staat boven namelijk helemaal afgesloten. Dus de vraag is dan, hoe kom je daar? Ja, gewoon via de bosjes, gewoon. Ja, daar hè, waar jij bent. Waar jij ook eens stond een keer, even kijken. Nee, ik heb hem hier niet. Ik heb hem aan de andere kant. Ja, maar hij is wel allemaal afgesloten, dat is het probleem. Gewoon die bosjes inrijden, bedoel je. Ja. Ik ben een heel rondje gereden. Ja, maar hier kom je... Oh, wacht, hier, er tussendoor. Ja, hier. Ja, ik heb hem. Gewoon hier gaan staan, waar ik sta. Gewoon letterlijk tegen die groene muur, ja. Op dat trappetje, dan heb je hem al. Zo, oh, ja. Gewoon op dat trappetje. Ja, ja, dan heb je hem. Nice. Ja, niet op het ding. Ryan, die zit nog steeds vast op het dak. Jee. Jee. Hé, ik ben nog steeds aan het rijden. Oh, lekker bezig. Checkpoint 25 ongeveer, of 23 zijn we. Oh, hoi. Hey, ik dacht een keer je even, alsjeblieft. Ja. Snelweg op? Ja, en ik denk niet via... Ik heb hem. Hier dit schansje gewoon. Ja, dat is het schansje. Ja, want hij heeft ook een extra stukje erbij gezet. Er staat een stukje extra groen op. Moet je er wel rechts langs springen, ook. Oh. Ja, ik heb hem in één keer. Nice. Deze was wel te verwachten, want je zag het extra stukje groen erop. Ja. Niet te zacht gaan. Nee, ik rijf over je heen. Thanks. Thanks. Ik was gewoon stiekem nog een rem ondersteboven. Ja, jij was mijn rem vandaag. Ja. Oké, de pijl gaat naar rechts. Gaan we de pijl geloven? De andere pijl klopte net wel, dus... Ja. Oh ja, deze is ook gewoon goed. Ja, je moet hier gewoon... Ja, niet zo dus. Volgens mij zit een Oké, ik zie hem al zitten. Er zit een onzichtbaar zwart stukje op. Dus je moet dat schansje pakken en dan gewoon links of rechts ervan springen. Dus volle vaart die schans pakken. Nee, er zit daar dus een onzichtbaar stukje. Oh, wow. Dus kijk, ik denk dat je hem zo moet doen. Wacht, ik denk dat je hem zo moet en dan... Oh, ja, kijk. Nice. Ja, ik, natuurlijk, bij mij lukt het weer niet. Oh. Hop, er zit daar in ieder geval een remschijf. Oké, nu moeten we weer keuze maken. Ik pak de gele. Oké, het is niet de gele. Dan pakken we de blauwe. Ik denk dat het geen van alle drie is, als ik eerlijk ben. Oh, dat is de blauwe, dat is de blauwe. Toppie. Nu weer eentje kiezen, de middelste gewoon. Nee, niet de middelste, alright. Dan pakken we deze. Nee, niet deze. Oei. Nou, ik ga even een thumbnail maken, Mike. Wacht eens even. Het is wel een mooie thumbnail en zo. Kom er eens even naast staan. Ryan, kom jij er ook naast staan? Oh, wacht, je bent bij Chip. Wat een haat. Wat een haat. Ja, sorry, man.
Het spijt me. Oh. Ben je er weer klaar voor, Mike? Jazeker. Oké, dan gaan we weer. Jij mag eerst. Ik heb de... Het is sowieso de... Rechter. Ja, die. Ga, pak hem achteruit. Ja. Oké, die is het ook niet. Wat? Is het gewoon... Het is waarschijnlijk geen van alle drie. Jawel. Nee, want ik heb ze alle drie geprobeerd. Zie je? Oh. Zo kan het ook. Ik ben alleen wel op de trambaan geland. Daar ben ik niet zo blij mee. Kun ik de checkpoint pakken? Oh, man. Dan moet ik helemaal eromheen rijden ook, want je komt hier niet vanaf. Ja, top. Lekker dit. Heb je hem ook? Nee. Kom, je kan hem via onder pakken waarschijnlijk. Ik heb hem al, hè? Oh, je hebt hem al, deze. Ja, ik ben gewoon naar beneden gesprongen. Dus jij bent checkpoint... Nee. En nu moet je erboven weer zijn. Oh. Oh, moet je respawnen. Ja. Ik ben bij 31. Nee, dit is het niet. Ik ga niet die tunnel in, vriend. Ik ga niet die tunnel in. Ik weet niet wie deze race heeft gemaakt, maar ik ga niet de tunnel in. Dat weet ik wel. Dus op deze wel die tunnel. Er staan bordjes namelijk met twee kruisen erop. Dus ik vertrouw het niet helemaal. Heb je de checkpoint al, Ryan? Ja, maar ik zit hier vast in die fontein. Oh, ja, dan moet je gewoon vol er tegenaan knallen. Nee, ik goed. Ja, hij zit van me boven. En hoe kom je daaruit? Ja, hij zit gewoon hier. Ik ben er gewoon naartoe gereden over de weg. Je hoeft niet de snelweg op. De walrijd pakken. Daar staan palmbomen. Ja, dan moet je erboven. Boven de palmbomen uitkomen. Nee, maar je rijdt wel nog steeds door, Ryan. Ik geef nooit, hoor. Goed bezig. Ik denk dat je wel straks een DNF gaat hebben. Ja, maar dat maakt niet uit. Hang van deze. Dan heeft hij het niet opgegeven, hè? Ja, het is niet de middelste, kan ik zeggen. Oh, ik heb de checkpoint wel. Echt? Ja, ik kreeg gewoon jodenmout. Ik kom er ook niet eens op, man. Dit stuurt voor geen meter. Ja, maar wat is dit? Wat is dit nou weer? Wat zijn dit voor props überhaupt? Ja, modded props dus. Gewoon niet wat er in de game zit eigenlijk, hoor. Maar... Oké, het was de linker dus blijkbaar. Cool. Wegwezen, tonnetje. Er is links ook een tonnetje. Ik pak rechts. Ik pak links. Nou, welke is de goeie? Sowieso geen van beide, of wel? Oh jawel, het is de rechter. Ik heb hem. En het is de linker ook. Maar ik ga over. Oh echt? Ja. Oh, stopbord. Nee, ik wil eerst worden, Mike. Ik ben bij die tunnel. Ja, wij zijn gefinished, Ryan. Sorry. Ja. Dat was de tweede DNF. Ja, dat heeft wel even geduurd, deze race, ouwe. Holy shit. Waarom kiezen we er ook altijd voor om 3 trollraces te doen? Waarom niet gewoon 1? Ja. Oh. Ryan, je kan hem via de groene muur pakken. Maar ja, je hebt toch sowieso een DNF. Niet. Ik vind het wel goed, want je hebt het niet opgegeven. Hé, hey, ik ben wel nog dicht, hè. Daarom. Ja, want je hebt hem nu wel gehaald. Ja, maar Het viel op zich wel mee hoe ver je achter lag. Maar je had gewoon die sprong niet, wat echt geluk was. Ja, en daar liep het fout. Ja, maar dat maakt niet uit. Je bent gewoon gefinished. In mijn hoofd ben je gefinished. We gaan door naar de laatste race. De laatste race gaat ook beginnen. Hou je het nog vol? Nee. Ja, ik wel, hoor. Achteruit. Ik ga niet eens omkeren. Ik heb er niet eens zin in. Het is de finish. Piep. Ja, het is letterlijk 1 checkpoint. Dat is letterlijk alles. Je kijk links onder of rechts onder je scherm. Checkpoint 2 van de 2. Ja. Dat is alles. Maar ja, hoe ver is die finish? Ik hoop niet die ene met al die remkes. Oh my. Oké, succes! Succes! Oh nee, ik doe het rustig hoor, Mike. Ik rijd gewoon rustig. Ja, ik ook. Nee. Ja, dat bedoel ik, daarom rijd ik... Ja, ik ben er ook al naast. En Ryan die rijdt gewoon rustig verder. We gaan hem gewoon even achteruit doen. Volle vaart! Mooi, ja, dit wordt wel lastig, kan ik je zeggen. Mip. Max, dankjewel voor het maken van de race. Ryan. Ik doe dit echt rustig hoor. Gewoon de hele tijd je rem indrukken, want wat moet je anders doen? Ja, gewoon je rem, gewoon, je geeft bijna geen gas, je laat hem gewoon... Ik hou gewoon de hele tijd mijn rem ingedrukt tot ik bijna stilsta, dan laat ik hem los. Oh nee, je moet vakjes gaan kiezen, dus je bent één keer... Nee. Ja, echt. Nee. Oh, wie staat hier? Wie is Ryan? Ik ben hier, maar mijn band is lek. Wacht, ik geef je een setje, Ryan. Komt-ie. Ja, maar kijk mijn voorband. Ja, dat maakt niet uit, hier. Rij. Pas op, niet tegen mij aan dan. Wacht, dan moeten we even goed bespreken met elkaar welk vakje we kiezen. Ja, jij werd waarschijnlijk net heel het gas gegeven. Jan, het is de linker. Als je die grijze ding komt, is het de linker. Oké. Dan moeten we even onthouden, ja, met z'n allen. Eerste kies. Eerste keuze is de linker. Als we dat gewoon even onthouden, dan... Oh, joh, dit is echt nog lastig. Zometeen, als je dus faalt, moet je het helemaal opnieuw doen. Er zit nergens een checkpoint. Oké, links. 1. Die hebben we.
En dan moeten we slaan om. Nou, we zullen zo meteen nog wel meer keuze moeten maken. Ja, zeker. Ah, ik zag het hoe het aan de einde van die de tunneltje was gemaakt. Oh, echt? Dat aan de rechterkant, in het midden sowieso een pop stond, aan de rechterkant niet. Ik denk ik pak maar links. Ja, het is altijd nog een keuze. Wat moet je hier doen dan? Een van de twee kiezen, denk ik. Wacht, ik laat jou eerst. Go, want ik kan niet stil blijven staan. Ja, het is links. Rechts, goed zo. Of rechts bedoel ik. Hij zegt het gewoon verkeerd. Oké, links en rechts. Tweede keuze is rechts, ja? Links en dan rechts. Helemaal links? De linker kastje, linker... Uh-oh. Kom daar langs, ja? Ja. Het is de linkerkant waar die grijze kassies rijden. Oh, daar. Hier doen. Uh-oh. Hij pakt links. Is dat een goeie? Oh, misschien is het wel alle twee, hoor. Nee, wacht. Maar je moet natuurlijk nu helemaal door. Ja. Oh, ik ga gewoon achter jou aan. Oh, nee. Nee, je zit hier in een checkpoint. Dat is er zit nergens een checkpoint. En het is ver naar beneden, jongen. Daar gaat-ie, hoor. Ga er maar even wat gang in zetten. Ja, ik ga ook iets sneller, maar ik durf het eigenlijk niet. Nee, het kan gewoon beide zijn, volgens mij. Ja, volgens mij hier ook, ja. Loopt hij echt dood? Ja, ik zak door de grond heen. Nee! Je kan niet verder. Nee! Oh. Linker, als je die grijze dingen bent, links. Oh, dat meen je niet. Oké, links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts. Nu moeten we helemaal opnieuw! Ja, ik ga me jumpen. Ik heb hier een zin meer in. Holy shit. Oh mijn god, we waren echt al ver, hè? Ja. Ik zak er doorheen. Het was links, rechts, rechts, Ryan. Het was rechts. Ja, maar moet ik weten links, rechts, waar? Ja, bij de keuze die je moet maken. Nou, Rijn, die moet ook opnieuw. Je had ook dus links gekozen, hè? Ja. Oh, ik ga slippen. Ik ga nu echt snel naar beneden. Dacht ik goed reed. Oh, ik ga ook heel snel. Ja, dat dachten wij ook, ja. Tot het einde. Oh. Ja, soms heb je een probleem. Hey Jan. En dit is hoe een probleem eruit ziet. Wacht, geef je zetje. Als je met... Ja, nu zitten we hier alle twee, hè? Nee. Ik ben hem zo snel naar beneden aan het doen nu, Jan. Ja, thanks. Ja, en ik? Ja, dat weet ik niet. Ik ben los. Echt, Jan, dankjewel, Ryan! Ik kan nog eens helpen. Ja, wat moet ik nou doen? Ik kan toch niet terug naar boven rijden? Ja, ik had beter zelf door kunnen rijden. Ja, dat had je inderdaad kunnen doen. Daar was ik gewoon geriefd van. Maar jij dacht, jij zei, ik geef je een setje. Ik dacht, nou, dan blijf ik nog even wachten. Oh, ik heb de route. Het is rechts, rechts, midden, midden is het. Want rechts, zag... rechts, midden, midden. Rechts, ja. Rechts, midden, midden. Ik wil niet heel veel zeggen, hè? Ja, ik ben naar beneden aan het gaan en ik denk dat er gewoon maar een ramp op de grond is. Ik heb de rechterkant gekozen. En ik val in een gat. Niet in het gat vallen, Jan! Nou, top. Oh, ik ben... Nee! Val je er weer in? Kreeg je hier gewoon... wormen van of zo? Ja, dat is gewoon leuk, hè? Ja, waarom? Je krijgt hier wormen van. Wanneer heb je ooit iemand dat horen zeggen, nou? Ja, Ryan, heb je dat horen zeggen? Ja, daarom. Daarom lach ik er ook om. Oh. Helemaal, ben je helemaal langs dat hek gereden? Ja, gewoon langs dat hek. Gewoon recht langs dat hek, wat met snelheid gewoon. Oh mijn god, ik viel er half in, jongen. Wow. En dan? Gewoon langs die boom? Ja, langs die boom. Ik vertrouw het niet. Geen gat. Yes! En dan het goal? Wacht, waar langs het goal? Maakt niet uit, allebei de kanten kan. Oké. Okay. Ja, ik ben nu aan het stressen, jongen. Oh, er liggen ook allemaal elektriciteitsdingen, ouwe. En wanneer moet je dan kiezen? Rechts, rechts, midden, midden? Zometeen als je bij een blauw gedeelte bent. Oh ja, ik zie het. Dan rechts, rechts, midden, ja? Midden. Rechts... Rechts, midden, midden. Oké, okay, cool. Dus ik zie jou gaan, ik zie jou gaan. Jij hebt ik heb hem, hè? Holy netten. Mina. Eindelijk. Ik heb hem nog niet. Als hij nu welk goaltje moet ik kiezen? Welk goaltje moet ik kiezen? De rechts, hè? Linker, links, links. Links? Ja. Ryan, jij troller, jongen. Echt waar, waarom gun je mij het niet, Ryan?
Maar ik moet finishen. Ik heb nog niks gefinished. Moet je volle fire naar de finish of maakt het niet uit? Nou, wat je wil. Gewoon als je traag gaat. Doe het rustig aan. I don't care. Want... Gewoon echt fast. Go! Gas erop! Yes! Gewoon vol gas. Woo! En die rechts, midden was wel goed. Want als je daar nog was gefaald, jongen. Oh. Ja, maar ik viel door dat gat heen en ik zag gelijk aan de onderkant. Rechts, midden. Oh, dus jij viel eronder en dan zag je de prop zitten. Ja. Ah, nice! Hé, hey, dat was goed dat je daar viel. Ja. Rijn, die gaat nog even stutten. Zo. Lekker, man. Rijn, hoor. Oei. Maar, dat houdt wel in dat deze video erop zit. Hij heeft lekker lang geduurd, dus ik hoop dat jullie lekker lang hebben genoten van onze pijnlijke trollraces. Mocht je hebben genoten, ram natuurlijk zoals keihard op lijn op. Check Rijn's kanaal uit voor meer, check mijn kanaal uit voor meer en check mijn kanaal uit voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Doei! Bye.